Super Tuesday werd inderdaad de overwinning voor Donald Trump en Hillary Clinton bij de Democraten. Zij lijkt zonder tegengas op de partijnominatie af te koersen. Bij Trump is dit nog niet het geval. Want binnen de Republikeinse Partij is er ondanks zijn enorme populariteit nog altijd groot verzet. Maar alleen Ted Cruz, die hier in zijn Texas won, lijkt Trump enigszins aan te kunnen. En op deze oerconservatief zit de partijtop eigenlijk ook niet te wachten. Maar intussen dendert Trump door en lijkt hij amper nog te stoppen.